Stichting De Backlot heeft vanmorgen als directievoerder de renovatiewerkzaamheden van de OS4 Meerzorg opgeleverd. De Alcoa Foundation was de financierder van het project en de uitvoering lag in handen van bouwbedrijf Apex. De renovatie moest aanvankelijk 3 jaren duren, maar de organisatie heeft getracht de werkzaamheden binnen 1,5 jaar af te ronden. Het ging om deklekkages in alle lokalen, termieten en elektraproblemen die zijn verholpen. De schoolleiding had een noodkreet geuit en is mede door leerkrachten en ouders gemotiveerd om een donatie te vragen aan de Alcoa Foundation, zegt schoolleider Frianti Supari. Dat moment was voor mij al een heugelijk moment, echt waar. Ik was zo enthousiast dat ik de leerkrachten zelf, we hebben een groepsapp, een personeelsgroepsapp, heb ik ze gelijk medegedeeld in de groepsapp. En de afspraak was eigenlijk, het zou gebeuren in 3 jaren, maar dat zou in feite dan ook niet echt mooi zijn. 3 jaren, over 3 jaren heen het project uitvoeren. En het team van mevrouw Esperanza heeft ervoor gezorgd dat het werk voor die 3 jaren dan eigenlijk gefinaliseerd is geworden. En we zijn jullie enorm dankbaar. De Backlot zijn we enorm dankbaar. En dit spreek ik uit namens het team, de leerlingen, de ouders, de inspectie. We zijn jullie enorm dankbaar, Backlot. In het bijzonder ook de Alcoa Foundation. Volgens projectmanager Esperanza Boeduits heeft de school gevraagd als meer zaken gerenoveerd konden worden. Jammer genoeg viel het niet in het budget van het bedrag dat was gevraagd door de aannemer, geeft Boeduits aan. Het project ligt dicht bij haar hart, omdat ze niet had verwacht dat de situatie zo erg eraan toe zou zijn. Ik denk, je weet, een paar zinkplaten moeten worden vervangen. Maar letterlijk, alle klaslokalen, het lekte naar beneden. Het was gewoon emmers, plaatsten ze in de klas. Tafels moesten worden opgeschoven zodat er geen water op de kinderen viel. We hebben een paar offertes opgevraagd bij verschillende aannemers, bedrijven. Om te kijken wat gaat het kosten als we echt alles vervangen van het dak. De zinkplaten, de kap. Er moesten ook houtluizen worden bestreden. Sommige deuren waren niet meer goed. Zoals u hier achter ziet, het gaas bij de ramen was niet meer goed. De elektriciteit, de installatie was niet meer goed. Het licht viel soms uit. En hebben we daar een aannemer naar laten kijken. Er zijn ook onderaannemers geweest. En de 3 offertes die we binnen hebben gekregen, hebben we dan door een commissie laten evalueren. De schoolleiding hoopt dat organisaties ook meerdere scholen zullen gedenken met een renovatiebeurt. De vertegenwoordigers van de Alcoa Foundation zijn heel content dat ze de school konden ondersteunen.